De grote rugzakken, oftewel trekkingrugzakken, backpacken, hoe je hem ook noemen wil. Hij gaat vaak mee op vakantie. Het is een handige manier om je spullen mee te nemen. Op je rug hou je je handen vrij en zorg je dat je gewoon toch je dingetjes kan doen. Wat we toch vaak zien is dat zo'n rugzak een beetje als een dweil achter op een rug geknoopt wordt. Ik wilde vandaag iets verder op ingaan om te laten zien van nou, een rugzak omhangen valt wel mee als je het in de juiste stappenplannetje en volgorde doet. Dus om te beginnen, het belangrijkste van die grote rugzak is het draagsysteem. In dit geval hebben wij een draagsysteem die in lengte verstelbaar is. Relatief eenvoudig. Dat moet je gewoon rustig op je gemakje even bekijken wat zit het best. Belangrijk bij het omhangen van de rugzak is dat je alle banden die je straks weer aan moet trekken ook losmaakt. Een borstbandje, schouderbanden en de heupband. In dit geval aan de zijkant aan te trekken. Kan eigenlijk nooit te los zijn. Dan hebben we nog loadlifters bij de heupband, beide zijden en bovenin. Het is echt belangrijk dat die goed los zitten, dat je daar geen last van hebt op het moment dat je hem omhangt. Dan hebben we de draaglus. Ik heb de tas bewust wat zwaarder gevuld. Dan kan je goed zien, wat doet dat dan? Dit is de draaglus. Eén schouderband is daar niet voor bedoeld. Als je die een slinger geeft en hij scheurt af onverhoopt. In de meeste gevallen zal het niet gebeuren. Maar ja, mocht het gebeuren, dan heb je wel een probleem tijdens je vakantie. Als je draaglus afbreekt, ja, vervelend. Maar je kan je vakantie gewoon voortzetten. Dus laten we eens gaan kijken hoe we dat gaan doen. Ik ga iets meer ruimte opzoeken. Dus kom mee. Ik ben nu alleen, dat maakt het soms wat lastiger. Ben je met z'n tweeën, laat iemand de rugzak even bij je omhangen. En anders aan de draaglus naar een knie. Dan kan je je vervolgens in de rugzak draaien. Kijken of ik dat goed kan laten zien. En dan heb je hem met één schouderband alvast op de rug. Nou, dan moet je je draaglus even loslaten om de andere schouderband om te hangen. Zo, hebben we de schouderband omgehangen. Nou, dan hangt die eigenlijk een beetje op de kont. Gaan we beginnen met de heupband. Dames en heren, zit daar een verschil in. De heren zoeken het heupbot op. Een duim leg je daar bovenop, de hand naar voren. Dat is de plek waar de heupband bij heren komen. Bij dames mag die wat lager, in verband met een verder doorlopende heup. Dus, ik ben een man, dus we gaan het op deze manier doen. Pak hem op. Wippen een beetje. Dan beginnen we met het vastzetten van de gesp. En dan gaan we op zoek naar hem aan te trekken. Zorg dat hij lekker zit. Geen truien en jassen eronder helemaal verfrommeld. Die mag goed strak. Sommige mensen zeggen van ja, hij zit te strak. Een beetje variëren kan best. Maar probeer hem goed vast te zetten dat hij niet over de heup heen wegzakt. Vervolgens gaan we naar het schouderband. Er zitten altijd de lusjes aan. Als we hem ietsjes naar achter aantrekken, gaat dat mooi door de gesp heen. Dat is de weg die de gesp volgt. En dan zit eigenlijk de tas in basis zit die vast. Dan hebben we het borstbandje. Bij dames boven de borsten, dat geldt voor heren niet anders. Zit vaak op elastiek. Laat hem op elastiek hangen. Dat is gewoon het beste. Het borstbandje is ervoor dat de schouderbanden niet afzakken. Ik vind hem zelfs nog iets strak. Een beetje variëren kan altijd. Nog een klein beetje voelen. En nou zit in principe de basis van de rugzak goed. Dan hebben we de loadlifters aan de bovenkant. Soms even zoeken waar ze zitten. Daarmee kunnen we de bovenkant van de tas, ik zal hem ietsjes strak trekken, de bovenkant van de tas naar ons toe trekken. Hoe vast moet dat? Hoe strak moet dat? Dat is een eigen keuze. Daar kan je zelf in variëren. Ook afhankelijk hoe het verder gaat. Dan hebben we onderin de bandjes. Dan trekken we de onderkant van de tas dichter op ons lijf. En zo kunnen we op pad. Blijf lekker wandelen. Tijdens het wandelen kan je altijd een beetje variëren. Op een gegeven moment zeggen we trekken de banden los. Of neem je rustpauzes. Lekker op pad. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Tot de volgende keer.
Buitensportwinkel.nl is dé online webshop voor al je outdoor materiaal. Daarnaast ben je altijd welkom in ons Experience Center. Hier kan je al onze spullen zelf ervaren. Buitensportwinkel.nl en ons Experience Center zijn er om jouw reis of expeditie tot een succes te maken.